En ze beginnen verderop te springen. Oh. Zo, ik heb een mooie knoet gevangen en die ga ik jullie even laten zien. Ik heb de feederbox bij. Dus je gaat de uitdaging aan. Jazeker. Maar wat staat er tegenover als het lukt? De drilling ging iets minder makkelijk dan ik had gehoopt. Maar ja, we zitten ook heel dun te vissen. Ja. Wat voor tip zou jij de mensen willen geven? Goedemorgen, goedemiddag, goedenavond. Wat leuk dat jij weer kijkt naar een nieuwe vlog van mij. Het zonnetje schijnt heerlijk. We hebben nog nachtvorst iedere keer. Maar vandaag wordt het gewoon rond de 15 graden. En het zonnetje is nu al lekker. Ik ben aan de slothoeve in Vinkel. Ik ga vandaag met niemand minder dan... Goedemorgen. Rijer Cross. Lekker filmen vandaag. En vandaag is Sven er ook bij. Hallo. Sven is onze nieuwe aanwinst bij Guru. Hij doet alles omtrent social media. Dus hij gaat vandaag ook wat leuke dingetjes voor het YouTube-kanaal. Nee, Facebook-kanaal van Guru schieten. En ja, ik heb natuurlijk een paar superleuke uitdagingen voor Rijer bedacht. Dus het gaat helemaal goed komen vandaag en ik heb er zin in. Zo, ik heb me ondertussen een beetje warmer aangekleed, want het windje is toch wel een beetje frisjes. Rijer kon natuurlijk niet wachten om samen eerlijk te starten, dus die is al begonnen. Nee, heel simpel vandaag. Ik heb twee topsetjes klaargemaakt. Eentje om tussen de eilanden in te vissen op de bodem en een jigger en dat is voor vanmiddag. En Rijer weet het nog niet, maar hij moet ook vanmiddag met de vaste stok. Dan moet hij met dat vieren eruit. Rijer? Ja. Weet je de uitdaging voor vanmiddag al? Nee. Nee, wil je het weten? Ja, graag. Ja, dan moet dan je kan ik nog naar huis misschien. Ja, nee. Nee, je krijgt het niet te weten. Mensen thuis weten het al. Flauw hier ook. Echt flauw. Ja, heb je al beet gehad? Nee, nog niet. Nee? Nee, maar ik wacht even op jou, dat jij ook aan het vissen bent. Ja, heb je er niks aan hangen dan? Nee, gewoon even een pilootje alleen. Tuurlijk. Rijer probeert de show te stelen vandaag. Hij past niet. Je bakt er gewoon niks van. Zo ziet hij er nou uit. Ja. Hoeveel vis heb jij al? Ja, nog nul, maar dat maakt niet uit. Oh. De aanhouder wint, hè? Klopt. Ja, is wel een mooie vis. Ja, is beauty, hè? Ja, is echt een beauty. Ja, kijk hoe gaaf. Je had er wel een beetje moeite mee, hè? Hij, drillen ging iets minder makkelijk dan ik had gehoopt. Maar ja, we zitten ook heel dun te vissen. Ja. En een dun elastiekje, dus daar wil je niet te veel druk zetten. Nee. Anders verspil je. Nou, til hem eens even op. Nice. Nice, hè? Nou, ga hem netjes terugzetten. Ja, zeker. Als er één vis over de dam is dan? We gaan er nog heel veel volgen vandaag. Ja! Wat heb je voor lekkers meegenomen, Sven? Een Belgische specialiteit. Oh. Crèmekoeken. Nou, dat sla ik niet over. Kom maar op. Even proeven. Ja. Hoe deze smaakt. Ga ik er nog één vangen, ja? Ja, vang jij er nog één? Ga ik even genieten. Mooi. Hoeveel calorieën zitten hierin? Oh, maar 250 calorieën. Dat kan wel, hè? Ja. Ik heb echt een heel schattig visje gevangen. Check. How cute. Even kijken. Wie is er knapper? De vis of Rijer? De vis. Hij is leuk. Wie wacht wordt beloond. En hij is cute. En heel koud trouwens. Een schattig F1'tje. Verdient deze een kusje, Rijer? Ja, zeker. Een hele mooie. Oeh, hij hoort kusje en hij denkt ik ga er vandoor. En dan gaat hij terug. Zo, we hebben een paar visjes kunnen vangen. En we hebben één iemand die is echt goed bezig vandaag. Onze Sven. Kijk eens eventjes. Maar kijk even. Die maakt gewoon... Met filet. Lekkere broodjes voor ons. Doen we een eitje nog op. Sven die heeft gewoon gisteravond eitjes staan koken.
Even kijken of ik hem kapot ga tikken. Nou, dat lukt in ieder geval. Oh, wij zijn heerlijk aan het genieten van Sven's en broodjes. En kijk wat hij vangt. Wat is dat? Braadsel, denk ik. Ja, een blikske, mini blikske. Een blikske. Wat moet je hier eigenlijk vangen? Karper. Oké, nou ja. Misschien zometeen. Stoppen. Je kan het, ik heb vertrouwen in je. Dank u. Oh, ze worden groter, Sven. Ja, eindelijk. Oh. Goeie viscoortje, hè. Goed spul. Oh, en daar gaat hij. Nou, mijn complimenten. Rijden. Nou, dat is het broodje van Sven. Oh ja, die gaan we niet opeten. Jij wilt je uitdaging weten, hè? Ja, vertel. Ja, ik ga het even pakken. Heb je een momentje? Ik heb even, ja. Ik zit heerlijk in het zonnetje, dus maak me maar wakker als je zover bent. Ja, oké. Okay. Rijer zit al de hele tijd. Ik wil het weten. Vertel het me nou. Nou, even spieken. Ik heb hier wat wafters bij. En ik heb de feederbox bij. Wat hoop je niet te hoeven doen? Ik hoop niet geblinddoekt weer of zo. Of achterstevoren of zoiets. Nee, oké. Okay. Jij moet er met de vaste stok en met het korf aan hangen. Ik heb voer bij. En jij moet met de vaste stok. Oh, dit heb ik echt vervloekt dit. Als mensen dit doen. Oh, wat erg. Dit is... En jij moet daar een vis mee proberen te vangen. Oké. Okay. Gaat jou dat lukken, denk je? Ja. Ja? Ja. Oké. Okay. Dus je gaat de uitdaging aan? Jazeker. Okay. Maar wat staat er over als het lukt? Ja, zeg het maar. Spulletjes opruimen, zo naar de auto brengen. Ja, ik duw je kar wel, als het lukt. Okay. Heb je nog een beetje voer nodig? Een beetje voer zou lekker zijn. Nou, dat ga ik voor je pakken. Daar heb ik natuurlijk wel aan gedacht om wat voer voor Rijer mee te nemen. Maar ja, dat moet hij natuurlijk ook zelf even klaarmaken. Dus emmertje met de benodigdheden erin. En ja, misschien moeten we wel een gewicht afspreken van de vis. Zeker een halve kilo, Rijer. Ja, met zo'n wafter. Ja. Gaan die kleintjes niet pakken. Nou, dan 2 kilo. Vertel mij jouw planning even. Met deze sleepkabel dikte qua lijn heb ik een lijntje gemaakt. Ja, aan je topzetje. Een topzet, 1 meter of 3. Mm-hmm. En dan? Dan ga ik de metat aan bevestigen. Ja. En dan gaan we gewoon slingeren. Slingeren geblazen. Slingeren geblazen en dan hopen dat de elastiek eruit giet. En welke kleur wafter ga je kiezen? Wit of roze? Ik denk dat ik voor roze ga. Hou je van roze? Ja, voor roze is wel een fijn kleurtje. Ja? Ja, ja, is wel prima. Nou, ik heb er de volste vertrouwen in dat ik zo meteen met de kar naar de auto moet lopen. Rijer, jij hebt gewoon heel simpel met dat fiedertje gevuld. Ja. Maar dan, waar hang je hem achter om te kunnen ingooien? Ik hang hem achter de side pullabung. Uh-huh. Dan blijft hij netjes boven het water staan. En als ik hem dan los wil laten, dan draai ik mijn top. Ja. En dan gaat hij op, zo draait je los. En dan kan ik hem zo erin slingeren. Nou, laat ze even zien. 1, 2. Hoep, hoep. Oh. Bijna. Ik doe hem zo. Oké. Nou, ik laat de Rijer lekker aanklooien en ik ga er ook nog een paar proberen te vangen. Pak wel een paar maaien van jou, Rijer. Euro. Knaller bedoel je? Euro voor je muil. Je gaat het niet geloven. Ik wil een hengeltje gaan uitgooien en meneer Kros, die slaat gewoon zo'n ding aan op de method feeden. Niet! Check hem aan. Kijk eens. Oh. Dik 5 kilo. Lekker hoor, hé. Heb je ook nog moeilijke uitdagingen, of niet? Hey. Nee, jij bent gewoon een beest. Heb je ook nog moeilijke dingen, want dit is natuurlijk makkie. Nee, jij bent gewoon goed rijden, hè? Nou, laat hem eens even zien. De belangrijkste vis van de dag.
wat mij betreft. Gewoon poging 2. Hop. Prachtig F1. Hij is nou extra prachtig omdat je hem gewoon gevangen hebt met dat feeder. Ja, aan de vaste stok. Wat ik eerlijk gezegd niet had verwacht. Nee? Nee. Ja, ik had er vertrouwen in. Cute. Zo, ik heb een mooie knoepert gevangen en die ga ik jullie even laten zien. Check hoe vet de vis. Een super mooie spiegel, nog een aardig gevecht ook. En ze zijn echt ijskoud. De temperatuur is nu heerlijk, maar die vissen die zijn echt heel koud. Ja, ik begon wat actiever te vissen, meer schieten. En dat leverde deze mooie vis op. Ik ga hem terugzetten. Ik zou zeggen, ga je papa en mama nog maar even halen. 1, 2. Zo, de muts kan langzamerhand af, want de temperatuur begint echt lekker te worden. En nu uit het niets vang ik gewoon een aantal vissen. Zo zie je maar, de aanhouder wint. Blijven proberen. Ik ben net wat agressiever gaan voeren. En de dobber die gaat gewoon een paar keer ronden. Daar word ik blij van. Nou, nu gaan we het krijgen. Want meneer Cross heeft zich gestald achter mij. Krijg ik zo meteen een cijfer, Rijer? Wat kleine tips nog geven van het dobbertje onderop halen. Ja. Maar verder doe je het best aardig. Ja, best aardig. Ja, gaat goed. Oké. Okay. Oh, kijk. En ze beginnen verder op te springen. Oh. Daar ging hij nog een keer. Ik kan heel goed opletten hoor. Ja, je kan dobbertje. Praten. Ja, het dobbertje ging maar net onder. En ploep. Ah ja, die was erbij. Ik krijg toch zometeen wel een cijfer hè, voor mijn uitvoering en stijl. Zeker. En wat voor cijfer krijg ik? 7,5. Nou. Kijk, ik ben een heel schattig F1'tje. Afhuppen. Oh ja. Ja, heel goed. En nu? Een 8. Een 8. Yes. Oeh, ik zet net de camera aan. Wat een schatje, wat een skeetje. Daar gaat hij. Rijer. Anja. Ja. Vanochtend was het super koud. Nu kan je eigenlijk bijna 6 jassen uitdoen, want het is echt super lekker. Ja, gewoon continu nachtvorst en overdag gaan de temperaturen omhoog. En wij merken nu ook dat we nu in de middag wat meer vissen gaan vangen. Ja. Voor de visserij zoals vandaag. Wat voor tip zou jij de mensen willen geven? Vissen zo dun mogelijk. Zo klein mogelijk qua haak. Dus wij vissen bijvoorbeeld 1300ste haakje 18. Mm-hmm. We hebben vandaag gekozen voor een expandertje. Pak een expander of maaien. Dat is helemaal top deze periode. Mm-hmm. Voer bij met een poolcupje. Wij hebben hier gewoon een paar, paar 4 mm pelletjes in gedaan. Meer niet. Niet veel. Niet veel. Gewoon heel secuur aanvoeren. Klein plekje maken. Misschien 2 plekjes maken. En die rustig afvissen de hele dag. Ja, wat net wel toeval was, want ik begon net een beetje te schieten agressief, zeg maar. Ik begon een paar beter te krijgen en het werd eigenlijk gelijk weer een beetje minder daarna. Rijen gaat op mijn kist zitten, polpotje erop en hij zet in, boom, gelijk beet. Dus, blijf ook gewoon een beetje afwisselen, toch? Ja, afwisselen, geef je plek rust. Zodat het aas wat je erin hebt geschoten ook een plek kan vinden op de bodem. En een keer een broodje tussendoor eten. Broodje tussendoor eten, dus een beetje slap ouwe hoeren. Ja. En dan ga je zeker een leuke dag hebben, ook als het wat kouder is. Ja.
Want bij de Slothoef heb je hier verderop een kantine. Kan je lekker koffie halen, broodjes, drinken. Dus als je een dag hier gaat vissen, kan je heerlijk vertoeven. Nou, Rijer heeft jullie een aantal bruikbare tips gegeven. Maar ik loop ook nog eventjes naar Sven toe. Misschien zegt hij wel hetzelfde of totaal iets anders. Ik ben benieuwd. Sven, waar moet je rekening mee houden met zo'n dag als vandaag? Een tip voor de mensen thuis. Vooral niet te veel voederen. Dus een klein pulpetje. Aan de hand van de beten een groter pulpotje zetten. Oh, nou ja, Ryan die gaf het inderdaad ook al aan, niet te veel voeren. Maar jij zegt, als de beten wat meer worden, dan een groter pulpotje met wat meer aas erin. Ja, en als je ziet dat dan terug stilvalt, terug een kleiner potje, dan zo altijd blijven proberen. Kijk, nog meer tips, nog meer tips. Ja, en mocht je nou geen beet krijgen, dan kan ik als tip geven, ga dan gewoon lekker naar huis. Nee, nee, nee. Gewoon proberen, want proberen kan je leren. En als je gewoon zo'n dagje gaat vissen, zoals wat wij vandaag doen, ga ook gewoon dingen uittesten. Wat als ik meer ga voeren, wat als ik minder ga voeren. Want daar leer je alleen maar weer van. Rijer? Ja. Beste moment van de dag, of niet? Voor mij wel, ja. Ja, waarom voor jou wel? Nou, je had een hele moeilijke, fijne, leuke challenge verzonnen. Ja. En ja, gelukkig was er één vis die erin trapte. Ja. En daardoor mag jij mijn Canada-auto duwen. Ja. Heel fijn. Hey Sven, zal ik jou eens wat vertellen? Serieus? Ik doe de kar van Rijer en jij doet de kar van mij. Opgelost! Lieve mensen, vond jij dit nou een leuke vlog? Geef dan even een duimpje omhoog. Ben je nog niet geabonneerd? Doe dat dan nog even. En ik zie jou de volgende keer weer. Doeg! Sven, vriend. Daarvoor heb ik echt niet gesolliciteerd. Nee? Kleine lettertjes lezen, jongen. Goed, Anja. Oh, kijk ze gaan, jongens. Kijk eens. Oh, hoe fijn is dit?